Nou, daar gaan we altijd voor beginnen. Met het losmaken van het ezel. En dan kan ik daar naar kijken als ik het ezel afgepakt heb. Of ik nieuw ezel moet maken, omdat ik dit ezel nog eens kan houden. Merkt zich vooral door eigenlijk de aanwezigheid van schroefgaten, waar dus voor vooral wijde pistes schroeven of kalkoenen ingedraaid worden. Dat zijn die gaten, die zitten niet in een nieuw ijzer, die moet je er zelf inzetten. Zo ziet er een nieuw ijzer uit, dat is gewoon een fabrieksijzer. Die kopen we per doos, dus we maken zelf in de praktijk de ijzers niet meer, hebben we wel vroeger moeten leren op de cursus. Maar dit ijzer hier, dat is eigenlijk nog zodanig goed dat ik dat nog een keer ga gebruiken. Ja, ik denk alleen achter zal ik wel een nieuwe moeten maken. Maar ik moet het even goed, voor goed te passen maak ik het warm in de oven. Ja, en daarna, als het goed past, dan zorg ik ook nog dat de schroefdraad en alles weer correct is. Want er kunnen door steentjes of door andere ongerechtigheden kan die schroefdraad beschadigd raken. En dan kunnen er heel moeilijk kalkoenen ingedraaid worden. Deze dingetjes, dat zijn een paar schroeven, die kun je hier dus het paard mee op scherp zetten. Zie je, en hier merk ik al, hier is de schroefdraad niet meer al te best. Maar die doe ik dadelijk eerst even bijtappen, dat kunt u zelf allemaal zien. Maar kijk, als ja, ik heb weinig... Ja, die schroefdraad moet ik opnieuw optappen. Ja, en anders krijg je daar zelf moeilijk schroeven in. De ruiters hebben zelf ook een handtapje waar ze dus eigenlijk de schroefdraad mee kunnen optappen als het niet goed gaat. Maar dit ijzertje leg ik even alvast in vuur. Daar leg ik het ijzer in. Ik hoef het ijzer nou niet, laat ik zeggen, rood gloeien te maken. Ik maak het nou alleen zo warm dat ik goed op de voet kan passen. Dat ik zie waar de voet niet gelijk is. Dat wordt namelijk, daar krijg je een bruine brandplaats en dat kan ik nog weghalen. Die laat ik even liggen. Eerst proberen natuurlijk zand en mest, want deze pony staat normaal gesproken s'avonds altijd op stal. Overdag loopt hij wel buiten. Ik haal vooral de teen eruit. Het is 8 weken geleden dat ik deze pony de laatste keer beslagen heb. En eens kijk wat die goed gegroeid is. Het meeste haal je altijd uit de teen. Dat is de teen. Dit zijn de verzenen. Dit zijn de zijkanten of de mannen. Je moet wel proberen op het oog het dier zo recht mogelijk te kappen. En dat is het voordeel. Als je warm beslaat, er zijn ook collega's die beslaan koud, die gebruiken geen oven. Ja, daar zijn een aantal nadelen aan. Het grootste nadeel is dat je nooit het ijzer goed vast krijgt te liggen. Want je zult dadelijk zien dat ik het ijzer gewoon warm pas. Dat betekent dat ik ga kijken of die overal goed aandraagt op de wand. Dat zijn de oude nagels, die even te zien is, ja. Die komen hier uit de ijzer. Dat zijn de oude nagels, dadelijk zal ik ook de nieuwe laten zien. Nou, ik werk altijd eerst de paarden voor, dat ik hem
de ijzer onder kan slaan. En daarna begin ik pas achter. Kijk, het hoeft niet rood gloeiend te zijn. Ik zal de oven iets lager zetten. Dit vinden jonge paarden nog wel eens eng. Het roken van de hoef. Nou, al die verbrande plekken, die zijn eigenlijk te hoog. Dat moet ik weghalen. Kijk, hij komt daar niet eens aan, doordat het hier te hoog is. Dat moet ik dus... Goed. Versteed dat goed. Wat zegt u? Versteed dat goed. Ja. Dat verstaan ze echt. Ja. Ik zeg nooit poot of iets, ik zeg altijd voet. Ik zeg ook niet hoef. Ja. Ik doe deze pony ook al jaren. Achterin bijtikken. Maar ja, ik jaag mijn klanten niet onnodig op kosten. Als ik het ijzer. Meestal gebruik ik het ijzer twee keer, dus 16 weken. Nou, dit past perfect. Deze is goed. Die moet ik alleen nog gaan afkoelen. Ik heb hier een bak met water staan. Mensen vragen me eens, waarom heb je die bak met water? Ik zeg een paarden laten drinken. Nou, gaan we eerst die andere voet passen. Ik kan dit eventjes uit. 8 weken geleden zag het paard er zo uit. Het ijzer er zo uit. En je ziet, dit is een uniform ijzer. Dat moeten we helemaal naar de paardenvoet eigenlijk versmeden. En dat gaat het best als het warm is. Want anders kan het wel eens zijn dat ijzer net buigen op een plaats waar je het niet wilt hebben. Maar ik doe meestal warm beslaan. Zelfs als maar één pony hier die niet warm kan beslaan, omdat die dat niet kan verdragen. Ik zie aan de verbrande plaatsen dat de buitenkant nog te hoog is. Daarom haal ik er dat nog vanaf. Waar is mijn ezer? Super.
dan ga ik heel even het ijzer de schroefdraad bijwerken. Eerst eventjes het gat een beetje opnieuw verzinken. Nou even de schroefdraad opnieuw optappen. De bedoeling hiervan is dat nou die schroeven, ziet u, er zo in gedraaid kunnen worden. En op wedstrijden, vooral op grasbanen, soms ook zandpistes, en het is glad, dan worden deze aan beide kanten achteraan erin gedraaid. Dat is wel belangrijk dat je het goed controleert of het allemaal nog goed is. Nog even een mooie randje bijwerken. Nou, en dit ijzer is weer eigenlijk gereed om eronder geslagen te worden. Het verschil tussen voorijzers en achterijzers is ook duidelijk, als je het zo laat zien. Een voorijzer heeft meestal maar één lip in de teen. Een achterijzer heeft meestal twee lippen op de achtervoet. Het voordeel ervan is dat ik het ijzer iets naar achter kan trekken, waardoor die voor met zijn teen iets over het ijzer gaat en zo met klapijzers hij niet gemakkelijk zich aan de voorbenen kan raken of het ijzer kan aftrappen. Hou nu alleen de nieten los, de nagels, anders kan ik die zo duur niet aanpakken. Dan zie je dat de ijzers met 6 nagels vastzitten. Als ik 1 lip gebruik, dan doe ik meestal 7 nagels. In ieder ezel zitten 8 gaten. Dan zie ik dat hier de teen al gelijk.
dat mocht hij. Die leidt alvast een vuur. Nou, vuurtje aan. Barbecue aan. Als je het ijzer gaat passen, altijd precies zorgen dat de nagelgaten op deze, wij noemen dit de witte lijn, komt. Zit je hier, is die stokkreupel. Zit je daar met nagelen, zit het na een paar dagen los in deze. Dan breekt het. Je moet echt in deze lijn moet je nagelen. En dat kun je ook hier aan de oude nagelgaten zien. En heel in het begin, denk je als je pas begint, hoe je dat krijg ik nooit klaar. Maar met bloed, zweet en tranen en veel bloed. Lukt dat wel, ja? Kijken hoe dat past. Nee, spirit. Kijken. Zet ik aan mijn wagen en schroefdraad tappen. En dit ijzertje is nu helemaal gereed voor onder de voet te komen en vast te zetten. Philip. Hier gebeuren bij een smid de meeste ongelukken, dat ze die nagels in je handen trekken, waardoor die hoef weer naar buiten komen. Dat is dus mij ook maar wat gebeurt. Hey. Huh. Goed zo, laat maar eens kijken of die goed zit. Keurig jongen. Doordat ik dat ijzer versmeed heb, zijn die nagelgaten eigenlijk ongelijk geworden. En dan moet ik die altijd even natikken. Want dan heb je daarna problemen met het nagelen. Thank you.
vragen ze mij dikker, hoe wist je van dat ze goed zit? Dat is heel duks, het geluid, het hoor. In het begin dan geeft ze een nagel gemakkelijk. Als je gewoon er in de dikke wand komt, dan verandert het geluid van het dikke. En het weer, zeg ik altijd. Als ze niet goed zit, dan paard het heel goed werk. Dan heb je het van je gezicht. Moet ik in de wand. Ik breng het nu in de stal, hè? Ja.